10 mei, oorlog. De trots van de thuishaven zijn een afschrikwekkende voorbode van wat straks te gebeuren staat. De stad ontwaakt als uit een nachtmerrie. Dit is geen stad meer, maar een puinhoop. Ik ben opgegroeid in de theaterfotografie. Dat is mijn eerste echte ervaring met de professionele fotografie geworden. Ik ben bij de theaterfotografen terechtgekomen. Ik ging mee naar voorstellingen. Ik ging mee naar, ik moest bij haar in de donkere kamer leren afdrukken, zoals zij dat deed. En ik zag heel veel portretten voorbij komen, heel veel theatervoorstellingen. En ik heb heel veel van die foto's moeten afdrukken voor haar. He, dan zei ze bijvoorbeeld... hier heb je een foto van een portret van iemand. Druk er maar eens 20 na, want die meneer of die mevrouw wil die foto's hebben. Dus dan deed ik mijn uiterste best. En dan stond ik in die donkere kamer. Ik had nagekeken hoe ze het deden. Ze had het me helemaal uitgelegd. Dus ik druk 20 foto's af. En die gaan spoelen en glanzen. En ik geef haar dus zo'n stapeltje foto's. En ze gaat er doorheen, door al die foto's. En ineens haalt ze die van haar ertussen uit. En de rest zei ze, niet goed, overmaken. Nou, harde leerschool. Peter, dat is een hele beroemde foto van je, hè? Ja. Gemaakt in Los Angeles. En toen heb ik een dag, we zijn er langer geweest, maar ik was uitgenodigd voor een boek. One Day in the Life of Los Angeles. En toen heb ik een dagje politie gedaan. 24 uur mocht je dus fotograferen voor het boek. En toen heb ik met die politie opgetrokken. En er werden voortdurend... het was downtown Los Angeles en er zit vol met dronken lappen, joh. En dopo's. En echt heel leuk. Spannend. Waarom is dit nou zo'n goede foto? Ik denk door de machtsverhouding. Dat kleine, weerloze mannetje, weet je wel, die natuurlijk een beetje aan de drank is en zo. En dan die prachtige, stoere, grote gozer. Agent, heel mooi zwart gesteven hemd. Echte he-man, hè? Het zijn natuurlijk wel beelden. Je moet een beeld maken wat bijblijft. Wat je in je hart en je maag geraakt, weet je wel. Het zweet moet je uitbreken, zoiets. Ik vind het nog steeds een wonder, we zijn natuurlijk een paar jaar later in de tijd, maar dat je met een klein kastje, wat je in je zak kan steken tegenwoordig, hè, dat je iets wat jou ontroert, wat je ziet, dat je dat kan vasthouden, dat die techniek in staat is om dat vast te houden en dat je daar iets mee doet, een aantal jaar geleden nog analoog, nu digitaal, en dat je dat kan laten zien aan mensen die dat moment wat jij hebt gezien, moet je kijken wat ik heb gezien. Dat is en blijft een wonder. En dat kan je natuurlijk heel klein houden. Hè? Een fotootje wat je onderweg maakt. Maar je kan er ook projecten mee doen. En boeken mee maken. Of films mee maken. Ik kom natuurlijk heel erg uit de analoge tijd. Zelfs uit de zwart-wit tijd. Daar heb ik ook wel een tik van overgehouden, dat ik nog steeds met veel plezier en met liefde kan kijken naar een goede zwart-wit foto. Het rare is dat als je de wereld om je heen in kleur is, maar als je dat gaat vertalen naar een plat vlak, het vaak sterker overkomt in de kleuren wit, zwart en grijs. Hè, dan kan kleur een enorme afleider zijn. Ik kan nu trouwens ook kleur heel erg waarderen, maar er was een tijd in mijn leven dat als ik een project wilde doen wat uit mezelf kwam, dat er nooit een vraag was van ga ik dit doen in kleuren zwart-wit. Dat was automatisch altijd zwart-wit. Ik volg een beetje het nieuws en ik zocht zelf het nieuws. En als ik zelf het nieuws had gevonden, dus
ja, een mooie ontwikkeling in de stad. Een iets wat gebouwd werd of een belangrijk iemand. Nou, dat zocht ik op en dat voorzag ik van een bijschriftje. En dat stopte ik dus in die brievenbus. Ja, dan heb je een vraag. En die kranten zeiden, oh, die mensen heeft een leuke, interessant verhaaltje, fotootje erbij. Dat zetten wij in de krant. Maar ik probeer het ook boven het puur journalistieke uit te laten stijgen als het even kan. Dat lukt niet altijd natuurlijk, maar dat is wel de bedoeling. En zeker de laatste tijd is het heel magertjes, want het is allemaal Tieten en Willen. Het is een nieuwe gezelligheid, hè? Zitten we middenin. Dus dit werk is... Het was in zo eind 70, begin 80 jaar was het wel interessant. Maar daarna heb je toch een soort crisis gehad, hè? We zagen het ook weer zo genaamd. Die bladen, het ging allemaal moeilijk. En toen was voor dit werk geen plooi meer. Tieten en Billen doe je niet? Tieten en Billen doe ik niet, nee. Dus ik liever werkelijkheid. Ik bedoel, ja, Tieten en Billen fotograferen ze. Flashy. Heel direct en over de top. En misschien voor de man dan net dat tikje ongemakkelijk, wat we dan juist willen. Ja, we houden van losse dingen. Die druppelen en kleven en glitters. Ik vind het heel erg leuk om met grenzen te spelen. Dus om ergens tegenaan te schoppen. Ja. En om onszelf daarmee te gebruiken van, oh ja, wij zijn die gekke feministen die mannen seksualiseren. En wij hebben lekker tuinbroeken aan en heel veel okselhaar. Dat is een beetje pesten misschien of zo. We zijn altijd wel heel kritisch op elkaars werk geweest. Ook met beoordelingen en dat soort dingen, maar... Ja, dat weet ik niet meer. Ik kon altijd jouw werk heel goed waarderen. Dus ja, om ernaar te kijken. Het is eerder dat je elkaar inspireert meer dan dat je concurrent bent. Dat is het ook. Dan heb je niet dezelfde stijl of whatever als je nog op school zit. Ja, nee, ik vond dat inderdaad, zeker nadat we van school waren, dan miste je echt die input van anderen. En ik denk dat het ook wel een belangrijk ding is waarom we zijn samen gaan werken. Ja. Omdat wij allebei heel erg zochten om elkaar te inspireren of... verder te gaan. Wat een fotograaf die probeert om ervan te leven, onderscheidt van een iemand, hè, laten we het even een rot woord, maar amateur noemen, dat is het feit dat een fotograaf die kan zich heel erg langere tijd bezighouden met een onderwerp. Dus die kan echt proberen om een steen boven water te krijgen, een verhaal te vertellen. Nee, niet. Nou, ben je belazen? Nee joh, natuurlijk niet. Nee, doe ik niet. Nee. Eén keer heb ik het gedaan, maar dat kon niet anders. Ooit in Beirut moest ik een reportage maken over hashishhandel. En die maffiabaas, die kon niet gefotografeerd worden, want wij deden ons voor als opkopers. En als ik hem dan had gefotografeerd, dan was onze cover natuurlijk. Dus toen heb ik één ding in scène gezet. Toen hebben we een man gevonden die echt veel op die maffiabaas leek. En die hebben toen in het St. George Hotel de zwembad neergezet met allemaal wijven erbij en zo. Ja, nou ja, heb ik nog spijt. Maar ja, het kon niet anders. En het benaderde toch wel de werkelijkheid. Want zo zitten ze die gasten daar in zo'n zwembad te patje peren, weet je wel. In te nemen en sigaren. Mijn achtergrond is theaterfotograaf. Dus ik was heel erg gewend om scènes te fotograferen. He, dat had ik gezien, hoe je dat moest doen. Dus ik ben die scènes gaan fotograferen in de Tweede Kamer. Een beetje politieke scènes die op zichzelf al een verhaal vertelden. Dus ik heb wel eens meegemaakt dat een redacteur die dan daarboven zat, zo'n parlementaire redacteur, zei, oh, ik heb gezien dat je dat hebt gefotografeerd. Nou, als je dat instuurt, hoef ik er alleen maar een bijschrift bij te zetten, want dan is het verhaal klaar. Nou, toen op een dag in de 70 jaar, ik deed al wat meer voor de NRC, maar ook voor allerlei andere kranten. Maar toen had ik weer zo'n politieke bijeenkomst gemaakt. Kabinet Den Uyl bestond al in die tijd. En ik moest er nog komen, maar Den Uyl was in opkomst. Dat was een hele actieve politicus. En ik maak een portret tijdens een verkiezingsbijeenkomst.
En die foto was zo bijzonder, vond ik zelf, dat ik hem heb ingestuurd voor World Press Photo, voor de beste Nederlandse foto, persfoto toen. En er was een categorie daarbij. En die heb ik toen gewonnen. En toen werd ik ineens op slag een beetje bekend. Eigenlijk gaat het bij mij altijd om mensen. En hoe ze in het leven staan. Wat ze van het leven maken. Mensen in allerlei omstandigheden. Ik heb vroeger heel veel gereisd. Ik vind het ook nu helemaal prima om in mijn eigen straat, of in mijn eigen huis, of in mijn eigen stad. Veel in Rotterdam gedaan. En zoveel dat ik nu ook heel erg zin heb en de behoefte krijg om ook weer dus af en toe in een vliegtuig te stappen en naar een land te gaan wat ik niet ken. Dat kan ook heel erg inspirerend zijn en ook heel louterend en heel erg mooi om te zien hoe het leven zich daar afspeelt. Word je er hard van het hard vastleggen van... Nee, ik denk als je dat wordt, dan maak je geen goede foto's. Je moet toch een beetje, je moet onbevangen kijken als een kind. Je moet telkens weer vers. Ja, je moet natuurlijk wel een beetje, je denkt foto's van, dat komt natuurlijk nooit meer goed, hè. Maar zo mag je niet werken. Dan maak je geen goede, dan word je gemeen, denk ik. Je moet heel, je moet je altijd weer verbazen. Van, hoe is het mogelijk dat mensen dat elkaar aandoen, weet je wel, zoiets. Ik ben niet zo'n hapsnap. Ik ga liever ergens een tijdje heen en dan ga ik er wonen of een tijdje zitten. En dan leren de mensen je ook kennen, weet je wel. En dan maak je ook betere dingen. Wordt niet zo oppervlakkig. Maar met hoeveel foto's kom je dan thuis? Weet ik niet. Nee, maar dat geen idee. Duizenden, toch? Nou, nee, ik ben niet zoveel schieter. Nee? Ik weet precies wat ik wil, weet je wel. Ik heb ook geen motor op mijn camera zitten of zo, of niks. Gewoon rustig. En dan wachten tot het zover is, tot het allemaal lekker op zijn plaats valt. Maar geen gejacht of ik ben niet zo'n nieuwsjager, helemaal niet. Als jij heel documentair gericht bent, denk ik wel dat dat ook gestimuleerd wordt. Ja. Alleen, ja... Maar daar gaat dan ook je interesse naar uit. Wij zoeken juist naar inderdaad iets wat sparkling is of gek is. Wat wij zitten naar onze hand. Dat sowieso, ja. Ja, dat is het verschil, ja. Denk ik vooral. Wat we willen zien inderdaad, creëren we gewoon. Daar gaan we naartoe. Ik denk wel dat het meer van deze tijd is dat je een total package levert. Inderdaad, dat je... als creatief persoon ook een zelfstandig ondernemer bent, echt. Ja. En over dat soort dingen na moet denken, marketingwijs. En ja. Dat het ook een verhaal moet zijn. En dat alleen maar op één manier niet genoeg is. Omdat er gewoon zoveel is en ook zoveel exposure kan zijn. Het zit in je hoofd en je hebt dat hulpstuk, dat gebruik je. En dan heb je die bakjes waar je mee kan rommelen. Met je handen erin, doordrukken, tegenhouden. Wat Maria Austria zou doen, hè, die deed dan... En dan ging ze nog net even dat oog een beetje doordrukken of met een doekje dit een beetje wegvegen weer. Nou, dat was allemaal reuze spannend. Eigenlijk wat je nu allemaal kunt doen in de computer. Je komt thuis, je kan eigenlijk op je camera al zien wat je gemaakt hebt. En dat is een ongelooflijke versnelling geworden voor zowel fotografen als ook van beeldmakers. Vroeger had je natuurlijk je onzekerheid, dat zit op dat filmpje. Dat filmpje moest eerst ontwikkeld worden. Dat deed je zelf, je bracht het naar een laboratorium. Dan ging je contact sheets maken, dat ging je bestuderen met een loepje. Dus het was een enorme tijd. Het was ook heel goed om het zo, dus dat ook reflectie, je had tijd voor reflectie. Je kon erover nadenken. Ik denk het kost geld. Zo redeneer ik nog steeds als ik een foto maak. Er staan scherpe stellen op jou. Dan denk ik ja, en dan zeg ik nou ja. En dan druk ik af. Terwijl er ook mensen zijn die zeggen, nou ja, die gaan maar door. En er zit er altijd wel iets leuks bij of iets interessants. Maar dat maakt ook weer de keuze moeilijker. Dat je denkt, god, hoe kom ik er toe? Welke neem ik nou? Is dit nou aardig? Is dat nou aardig? En dat digitaal, ja, dat ik denk dat de mensen minder kritisch zijn. Gewoon, want het kost geen geld. En vroeger moest je dus naar de winkel om een afdrukje te laten maken. Ik denk ook dat je als nu in de fotografie, dat je misschien ook meer... als kunstenaar te werk moet gaan. Dus dat je werkelijk probeert om op een andere manier een verhaal te vertellen. Misschien ook samen gaan werken met mensen
die geluid opnemen. Of met filmmakers of met editors. Weet je wel, je kan zoveel kanten op. Het is niet meer zo eenduidig fotografie, maar je kan het veel breder maken en een veel breder kader stellen. We hebben wel een nieuwe vorm voor onszelf, jij los als Tatjana en ik los als Edlin, gevonden als duo daarin. Mm-hmm. Zeg maar, jouw werk, mijn werk is wel een samensmelting geworden uiteindelijk. Wat gewoon heel lekker gaat. Ja, ja. Ja, we zijn gewoon twee eigenwijze vrouwen met een hele sterke mening die graag mannen in de babyolie masseren en zeggen dat ze hun onderbroek uit moeten doen. Mm-hmm.